De progressieve vakcentrale C47 heeft zich vrijdag solidair verklaard met de acties van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Dit gebeurde tijdens de Assemblee van de Arbeid. De organisatie wil dat de regering middels dialoog een duurzame oplossing brengt in de kwestie van de onderwijzers. De leerkrachten willen namelijk dat de overheid de herwaardering nu in orde maakt. C47 zegt dat de regering de eerder gemaakte afspraken omtrent het herwaarderingsprogramma nu na moet komen. Een aantal van deze issues maken we ook mee met onze vakbonden, zegt Robbie Berenstein, voorzitter van C47. Maken we hier mee in onze vakbonden? Maken we hier mee in onze verhouding met die regering? Met name op het stuk van, we hebben een overeenkomst gesloten, waaruit verplichtingen voortvloeien. Ja, zoals er een overeenkomst is over hoe wordt die herwaardering uitgevoerd. En dan zien we dat de ene partij gewoon eenzijdig naar eigen inzichten uitvoering aangeeft.